Nou, wij moeten de Partij van de Arbeid uitleggen dat het eigenlijk maar één partij hier in de stad, je mag het best zeggen als je op je flikken krijgt voor die slechte dingen, maar eigenlijk maar één partij in de stad hier de stadsvernieuwing zo goed op poten heeft gezet. Ja? Dat al die buurten, zeg maar, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een nieuw gezicht hebben gehad. Dat mensen weer willen wonen in Amsterdam, in plaats van dat ze zo 20 jaar geleden als hazen de stad uitvluchten in de richting van Purmerend of Almere. In de jaren 90 maakt Amsterdam kennis met Eberhard van der Laan. Hij was er al langer, maar nu ook zichtbaar als fractievoorzitter van de PvdA. Dag Eberhard. Dag Tom. Hallo. Kom binnen. Een beetje een arbeidersbuurt. Ja, als jij het zo ziet. Ja, gewone buurt. Gewone buurt. Kom binnen. Kom verder. Nou, dit is je huis. Ja. Wil je even voorstellen wie we zien? Nou, dit is dus Luit, mijn vriendin. Met Sebastian. Daar staat Lotte. Oh, Lotte. Mijn dochtertje. Dag Lotte. Hallo. Hallo. Heb je het ontbijt al klaargemaakt, zie je? Nee, dat heeft mijn vader gedaan. Dat heeft je vader gedaan. Doet je vader dat altijd of alleen vandaag? Altijd. Altijd. Heel goed gezegd. Nee, maar het is waar. Het komt omdat Luit namelijk 's avonds bijna altijd alles doet. Ja. Ben ik degene die het ontbijt maakt. Ja. Dus het is alleen nooit met croissantjes en zo. Daar hebben we gewoon geen tijd voor 's ochtends. Eberhard, wat voor een politicus ben jij? Zou je dat kunnen omschrijven? Wat voor soort politicus? Als het niet zo neerbuigend zou klinken, zou ik zeggen een amateur. Hoezo? Nou, iemand die vanuit zijn maatschappelijke positie, dus vanuit zijn werk, in mijn geval is dat advocaat, gewoon een bemoeial is en zich met politiek wil bemoeien. Daar komt het wel een beetje op neer, denk ik. Jij hebt mijn stukjes nog, hè, voor straks. Oh, jij. Ja. Nee, maar hij... Alsjeblieft. Mevrouw, mag ik u een foldertje geven? U misschien een foldertje mee? Mevrouw, wat stoort u nou het meest in Amsterdam? De criminaliteit en de vuiligheid, want het verwoedert met de dag. Ja? Dat stoort mij heel erg hoor, vind ik heel erg. Daar komt nog een verbetering aanlopen. Dat zag u ook niet een paar jaar geleden? Nee, maar ja, je ziet zo alleen een beetje weinig. Hallo. Nee, maar help ook. We moeten er veel meer op staan. Ja, maar Eberhard, mevrouw, is verloedering, criminaliteit, ja, dat hoor je vaak. Ja. Wat kan je zeggen tegen mevrouw? Nou, we hebben in één minuut zie je twee dingen voorbij komen van wat er de laatste jaren gebeurt. Dus de conducteur, de stadswacht, Freek Salm is er hier in dit stadsdeel wel in geslaagd om diensten te laten samenwerken. Dus de politie, de stadsreiniging, parkeerbeheer, dingen die u vanzelfsprekend vindt, en ik ook, maar die toch niet gerealiseerd werden een paar jaar geleden. Gaat wat dan weer wel beter. Die samen met de bevolking gaat strijden voor de belangen van de gewone Amsterdammers. Voor sociale woningbouw. Van de Partij van de Arbeid. Eberhard van der Laan. Zegt u? Eberhard van der Laan, Partij van de Arbeid. Welkom, ik ben René Damme van de Nieuwe Communistische Partij. Wat is het verschil? Ik denk dat wij de partij zijn die strijdt in buurten en bedrijven voor de mensen. Ik denk dat u de partij bent die de files veroorzaakt. Ja, dat is makkelijk gezegd nou natuurlijk. Ik wens jullie succes. Ik jou ook. Van der Laan kwam tot wasdom als politiek assistent van zijn grote voorbeeld Jan Schaefer. Ik heb eens een keer op het paleis op de trappen gestaan. Weet je wel, als die foto wordt gemaakt van een nieuwe kabinet. Hè? Dat is een heel plechtig moment, zeggen ze dan. Toen ik geïnstalleerd werd in de Amsterdamse gemeenteraad, vond ik een veel plechtiger moment. Omdat ik had het idee toen ik daar zat, ik heb hier verdomme straat tegen straat gevochten. Schaefer had een heel eigen stijl. Zijn beroemdste uitspraak is, in gelul kan je niet wonen. Dat is zeldzaam vermogen om uit... de bijzaken, precies die ene hoofdzaak te pakken. Dat is echt fantastisch. Het is een man met humor, hij komt met humor veel vertellen. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik herinner me dat hij ooit in een kamerdebat met Cor Dalz Altus, de minister van Justitie, riep van... onder u zijn meer fietsen gestolen dan onder de Duitsers. Met dat soort hele simpele, pakkende dingen. Waar je ontzettend boos over kon worden, maar dat kon je beter over je heen laten komen. Maakte die dingen wel heel duidelijk. Ik ben Van der Laan, maar dat geeft niks. Naast fractievoorzitter is Van der Laan advocaat. Al snel valt hij op door een mix van welbespraaktheid en volkstaalgebruik, van intellect en passie en van argumentatie en driftigheid. College, wil je het rapport Feyenoord serieus nemen? Kom dan onmiddellijk met reparatiewetgeving. Doet u dat niet, dan zal ik bij dit onderwerp nooit meer praten over actieve overheid, maar dan zal ik ook niet meer praten over passieve overheid. Als u dit gat laat bestaan, met
deze dimensies en lading, dan zeg ik, laten we dan voortaan in dit onderwerp praten over een medeplichtige overheid. In Amsterdam liggen ruim 2500 woonboten. Zo'n 100 daarvan hebben geen vergunning. Ze zijn dus illegaal en moeten weg. Een beladen kwestie. Raadsleden schreeuwden dan ook om het hardst om het woord te krijgen. Wil u interrumperen. Dat mag als hij. U een democraat bent, laat mag. U nu meneer Arda interrumperen. U meneer Bakker, schreeuw niet zo. De ene kant van de raad. De ene kant. Interruptie. Hey, u moet het in Hilversum democraat. Allemaal heel wat. U moet het in Hilversum echt een stukje rustiger gaan doen. De ene kant. Mag ik nog over mijn eigen spreektijd? Tuurlijk, Ferry, ja, maar ik ben bijna klaar. Ferry, één zin. Precies. De ene kant van de raad was laat het niet met... Laat u nou eens interrumperen. Laat me nou eventjes deze de zin afmaken. Na meerdere waarschuwingen dreigt de burgemeester Patijn de vergadering te staken. Het hele bestuur van Amsterdam zou af moeten treden. Waarom? Ja? En echte Amsterdammers. Niet zo'n grazend figuurtje wie ergens van de, waar die vandaan komt bij het gemeens. Ja. En wat hij dan gedaan heeft bij het ook gemeens. Maar hier regelt hij. Het plan blijft dood. S'avonds om 1 uur is het echt dood. Ja. Die horecabedrijven, die moeten het meeste pacht betalen. Ja. Die worden met accijns worden ze doodgegooid. Ja. Moet je even kijken wat ze van Amsterdam gemaakt hebben. Dat is dan die wereldstad waar we het over hebben. Dat hebben zulke figuren gedaan. Ja. Weg met het zootje. Laat het een Amsterdammer doen. Laat het een Amsterdammer doen. Dan wordt het hier weer leefbaar. Mag ik ook iets terug zeggen? Ja, dat als u zegt dat het allemaal niet deugt. Als het maar wat zinnigs is. Jullie lullen allemaal bij heel wat. Hoe kan u nou beoordelen of het iets zinnigs is als ik niet eens de kans krijg om iets terug te zeggen? Omdat het waanzin is wat je lult, man. Maar ik heb nog helemaal niks gezegd. Je bent gewoon een oude hoer. Je hebt nog nooit wat gezegd. Jij hebt nog helemaal niet gehoord wat ik wil zeggen. Je hebt nog nooit wat gezegd. Nou, zolang ik in de politiek in de gemeenteraad van Amsterdam zit, vind ik het niet normaal als je wordt uitgemaakt. Maar voordat je wat gezegd hebt voor waanzin, voor dit en voor zus en zo, neem ik onszelf serieus en ga ik met u ruzie maken. Oké. Het is gillen wat u doet. Ik ben nog nooit bij een Amsterdammer op visite geweest. Ach, flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij? Flikker op. Oude hoer. Ja. En ook heel erg van de Laan, zelfrelativering en humor. Ik mag hier, en dan ben ik heel vereerd, ook mijn favoriete gedicht voorlezen. En mijn favoriete gedicht, sinds gisteravond 11:30, gebied de eerlijkheid te zeggen, is van Lucebert. Hallo, ik ben Ewart van der Laan, ik ben 42, iets aan de overmaat. Mijn specialiteit is krachten goed verdelen en ik probeer een lange paas te trekken. Ja, blijft Van der Laan in de gemeenteraad. Maar dan is de koek op. Hij is de 40 ruim gepasseerd. Toch heeft hij nog steeds een jongensachtige uitstraling. Hij zit in de maatschap van een succesvol advocatenkantoor. Dat is gevestigd in een riant onderkomen aan de Keizersgracht. Eberhard van der Laan. In 1990 werd hij door de Partij van de Arbeid benaderd om raadslid te worden. Pas na lang aandringen besloot Van der Laan zijn werk als advocaat te gaan combineren met een politieke carrière. Een bewuste keuze. We zijn met z'n drieën. Heb je er nog drie? Zal ik even een blaadje pakken? Ik denk dat toch in toenemende mate heel veel mensen zijn gaan denken van nou, als die mafkees notabene lijsttrekker van de Partij van de Arbeid kan zijn naast zijn werk, dan is het misschien eigenlijk wel iets heel gewoons, politiek. Iets wat je inderdaad naast je werk kan doen en misschien ook zou moeten doen. Van der Laan stapt uit de politiek omdat de combinatie van baan en fractievoorzitter hem zwaar viel. Hij praat er niet graag over, maar vooral het laatste jaar had hij het zwaar. Hij sliep weinig en in het weekend was hij regelmatig ziek. Ik was echt, ik heb het 7 jaar kunnen combineren, maar dat laatste jaar, toen werd mijn secretaresse ziek, ging de ziektewet in, had ik stuk gemaakt. Maar daardoor moest ik steeds nieuwe uitzendkrachten uitleggen en toen ben ik ingekomen. Ben je bewust van? Ja, nou, ik woon samen en we hebben inderdaad 2 kinderen. En ja, het grote nadeel was natuurlijk vooral een persoonlijk nadeel. Het was, en dat klinkt een beetje klarer en dat bedoel ik zo niet, maar het was gewoon, moet je toegeven, feitelijk nogal slopend. Het is heel moeilijk te combineren naast een stevige baan en een thuissituatie. En daardoor heb ik wel eens achteraf het gevoel gehad, nou heb ik me genoeg bemoeid met dit of heb ik me genoeg bemoeid met dat.
Ja, dus dat soort nadelen had het wel. Ik word door de, je wordt gevolgd. Door de vrienden van de stalkers zijn het. Exit van der Laan dus uit de Amsterdamse politiek, maar zijn naam blijft rondzingen. Als een zieke scheldtoppartij in 2000 stopt als burgemeester, wordt van der Laan al genoemd als opvolger. Meneer, ik kijk even recht aan. Kijk even naar de Zuidlijn. Stop even, Franciscus. Even niet misschien moet dat gewoon doorgebeukt worden. Stop even. Ik kijk u recht aan. Het is nog niet gelopen. Stel dat er enorme druk op u wordt uitgeoefend. Gaat u er dan op zijn minst even over nadenken? Nee, want ik heb één ding vergeten te zeggen, of kwam er niet aan bod. Ik vind dat, ik hoor zo hier en daar naam. En ik vind dat er goede kandidaten zijn. Nee, dit is slap gelul. Nee, dat vind ik. Nou, vraag ik het u nog een keer. Gewoon nou niet eromheen draaien. Nee, vind je dat eromheen draaien? Als ik met naam en toenaam zeg, ik vind Job Cohen een goede kandidaat. Ik zou Joods van Nieuwhoven goede kandidaat. Is dat eromheen draaien? Zo concreet krijg je niet vaak. Het is wel een beetje raar dat er een circuitje van 15 bekende Hagenezen moet komen. Want dat is een beetje de wereld waar we in leven. Maar u danst weg. Dus u zegt ook niet nee. Ik zeg nee. Definitief? Forever? Definitief. Forever. Wat voor in dit leven forever is, maar definitief. En forever zou in dit geval 10 jaar duren. In 2008 keert Van der Laan al terug in de politiek, maar dan in Den Haag. De Amsterdamse advocaat Eberhard van der Laan is de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Integratie. Van der Laan werd vandaag officieel benoemd door de koningin en is daarmee de opvolger van Ella Vogelaar, die gisteravond gedwongen moest vertrekken. Iemand die zorgvuldig nadenkt voordat hij wat doet. Iemand die hecht aan dat het ook juridisch allemaal deugt. Maar tegelijkertijd iemand die heel helder en duidelijk is en ook keuzes durft te maken. Kennedy van der Laan komt verder naar de eerste verdieping. Dank u wel. Daar eenmaal aangekomen blijkt vrijwel het hele advocatenkantoor al op de hoogte van het nieuws. Goedemiddag. We komen jullie feliciteren. Dank u wel. Ik heb de heer Leerman al op de hoogte gesteld en u kunt plaatsnemen in de wachtruimte en dan komt hij bij u. Ja, en meneer van der Laan zelf? Die is nog niet op kantoor. Ik verwacht hem wel, maar ik weet niet hoe laat. Geen Eberhard van der Laan dus, maar wel een van zijn vaste compagnons. Het heeft iets schoolreisjesachtigs, moet ik zeggen. Nee, dat is echt een aardige combinatie van, toch natuurlijk teleurstellingen. Jammer dat hij weggaat, maar vooral trots vandaag. Ja, het is toch natuurlijk iets bijzonders om een minister te leveren als kantoor. Linneman werkte als advocaat meer dan 15 jaar met Van der Laan samen en kent hem dan ook goed. Nu wordt er van de Haagse politiek wel eens gezegd dat het een slangenkuil zou zijn. Past hij daarin? Nou, dat wordt van de gemiddelde advocatuurmaatschap ook wel gezegd. Dus in die zin past hij sowieso. Het is natuurlijk een lastige situatie vlak na het aftreden van minister Vogelaar. Maar ik denk dat hij echt bij uitstek geschikt is om dat heel goed te doen. Er is geen moment van twijfel bij niemand hier daarover. En de kersverse minister blijkt ook nog eens tijd te hebben voor een sms'je aan de achterblijvers. Het is gepast jullie te laten weten dat ik de laatste tijd met grote weemoed heb gevoeld en jullie al miste bij het vooruitzicht. Nou, persoonlijke woorden. Nee, prachtig afscheid van een prachtige man die het heel goed gaat doen in Den Haag. Amsterdam-Noord voelt als een uitwedstrijd vanmiddag. Uitwedstrijd? Nou ja. Een thuiswedstrijd, man. Ik kijk erop uit. Meneer Van der Laan, gaat u sportief doen? Ik ben meer een voetballer dan een fietser, maar dat ga je zo zien. Dit is omdat Rob niet kan fietsen, maar zo houden we. Minister Van der Laan. Van der Laan. Ja, van welk ministerie is hij? Weet ik niet. Zij van de Kamer. Van de Kamer, toch? Wel van de Kamer. Ja, ik weet er niet zoveel van. Hè? Ja. Nee, wij zijn niet zo knap voor. Nee. Nou, woont u officieel in een Vogelaarwijk. Heeft u daar iets van gehoord wel eens? Vogelaarwijk? Nee. De Vogelbuurt. De Vogelbuurt. Viel het een beetje mee? Mooi fietsje, ja. De vijf, dat is een mooie tocht geweest en het was helemaal droog. In 2010 zijn er verkiezingen. De Amsterdamse burgemeester Job Cohen doet een gooi naar het premierschap en weer komt de naam Van der Laan bovendrijven als opvolger. Ik heb hopelijk veel op de rails gezet, maar nog bijna niks afgemaakt. En dat onaf gevoel, dat is wat waardoor ik gezegd heb, ik wil geen eendagsvlieg zijn in Den Haag. Dus u zegt nu nee? Nou, als u dit vraagt, dan botst dat in ieder geval op dat gevoel dat ik in Den Haag nog iets af moet maken. Maar 2 maanden later gebeurt dan toch het onvermijdelijke. Eberhard van der Laan, gefeliciteerd, de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Nee, enkel de voorgedragen kandidaat. Bent u verrast?
Ik vind het niet gepast om, terwijl de voordracht nog loopt, überhaupt iets te zeggen erover. Dat hoort gewoon niet. Nee, dat is allemaal heel netjes, maar ik kan me voorstellen dat u ontzettend blij bent. Ik wou het ook heel netjes houden. U staat hier in een parkeergarage. Ja, ik weet dat het niet helemaal hoort, maar de nieuwe burgemeester, die moeten de Amsterdammers toch eventjes zien. Ja, maar pas als hij de nieuwe burgemeester is. En tot dat moment moet hij echt gewoon zich rustig en op de achtergrond gedragen. En zelfs eigenlijk dit soort gesprekjes niet voeren, maar ik vind het pot om door te lopen. En toch ga ik dat nu maar doen, denk ik. Gaat er veel veranderen in de stad? U verdient de dagprijs voor de hardnekkigheid, maar u krijgt geen antwoord. En weer een maand later, in juli 2010, wordt Eberhard van der Laan burgemeester van Amsterdam. Dat leidde tot de gevleugelde uitspraak, in ieder geval bij mij gevleugeld: als het echt lastig wordt, dan bellen we van der Laan. Wat een luxe om u vanaf vandaag permanent tot onze beschikking te hebben. Meneer Van der Laan, hoe voelt de ketting om uw schouders? Nou, ik heb net tegen iemand gezegd, hij is minder zwaar dan ik had verwacht. Dus dat is fantastisch. Geen lode last. Tot nu toe zeker geen lode last. En hij mag meteen aan de bak. Nederland haalt de finale op het WK van 2010 en wordt gehuldigd met een rondvaart door de grachten. Een gigantische, maar vrolijke operatie. Is het iets heel bijzonders. En reken ik erop dat het hier... Sorry, ik kan gewoon mijn lachen hier houden. Hij bent kampioen! Kom op dan! Meneer Van der Laan, achter u stonden vandaag 200.000 man te feesten. Hoe is het gegaan? Het is fantastisch gegaan. Er zijn tot nu toe 0 incidenten gemeld. 0 incidenten? Had u dat gedacht? Dat hoop je alleen maar. En als het dan... En ik moet wel zeggen, het feest is nog aan de gang. Dus ik moet natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk de dag niet prijzen voor het avondeten. Meteen een hoogtepunt dus. Maar in datzelfde jaar, 2010, gebeurt er iets verschrikkelijks in de stad. Eerder vanavond hebben wij 2 bijeenkomsten gehad met ouders van jonge kinderen die mogelijk het slachtoffer zijn van ernstig seksueel misbruik. Er is sprake van een serieuze verdenking van ernstig misbruik door een verdachte die afgelopen dinsdagavond is opgepakt en sindsdien vastzit. Het onderzoek is afgelopen dinsdag gestart na het aantreffen van kinderpornografisch materiaal in de Verenigde Staten. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat foto's en filmpjes vermoedelijk in Nederland waren gemaakt. Wat volgt zijn vele informatieavonden voor ouders, een slepende rechtszaak en uiteindelijk de veroordeling van Robert M. tot 19 jaar cel en tbs. Van der Laan zou in 2015 zeggen dat hij daar nog dagelijks aan dacht en dat dit het dieptepunt is van zijn burgemeesterschap. De dood van juwelier Fred Hunt in de Jan Evertsestraat is een van de aanleidingen voor de top 600 aanpak waarmee Van der Laan landelijke bekendheid verwerft. Districtchefs hebben lijsten in de zak van mensen waarvan ze wel ongeveer weten dat ze stout zijn of crimineel zijn of heel erg crimineel zijn. Die lijsten moeten we afwerken. Die moeten gewoon teruggebracht worden naar nul. Daar zijn we eigenlijk al een heleboel weken mee bezig, maar het komt nu in de fase dat we dat ook naar buiten kunnen brengen, hoe we dat precies gaan doen. En het is een wens van de hele gemeenteraad om hier bovenop te zitten. Wat wel blijkt is dat de rol van burgervader Van der Laan uitstekend past. Hij is al snel in brede kring populair en werkt als een paard. Hij leest net zo makkelijk voor op een basisschool als dat hij een door liquidaties opgeschrikte staatsliedenbuurt bezoekt. Het zal maar in je buurt terechtkomen. Zoiets heftigs maken we in Amsterdam gelukkig heel weinig mee. En daar schrik je van. Sommige mensen hebben daar gewoon nog heel lang last van. Terwijl het voor anderen maar gewoon een krantenbericht is. Net een paar minuten thuis, toen hoorden we harde knallen. En bleek dat er iemand vermoord was voor mijn deur. Ben je naar buiten gerend? Ja, ik ben naar buiten gegaan. Mijn vriendin heeft eerste hulp verleend. Dus hij leefde nog toen hij weg afgevoerd werd een half uur later. En daarom is het heel goed om erover te praten, dan wordt dat hanteerbaarder. Vragen waar je mee zit kun je kwijt en kunnen soms beantwoord worden. En dat helpt dan weer gewoon
het langzaam te verwerken. Maar heftig was het. Intussen nemen de tegenstellingen in de wereld toe. Populisme rukt op, oorlog in het Midden-Oosten, aanslagen in hoofdsteden dicht bij huis. Dat heeft zijn weerslag op de stad waarvan gezegd wordt dat ze de meeste nationaliteiten op aarde herbergt. U bent echt met veel. Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is het kunnen overwinnen van angst. En wij zullen iedere angst overwinnen. Ik vind het fantastisch, in zo korte tijd zoveel mensen. Dat laat gewoon zien dat wij krachtig zijn. En hoe nu verder voor stad en land? Nou, met dat, zonder angst en zonder verdeeldheid. Dat Amsterdam een wereldstad is, blijkt wel uit de internationale aandacht. Kers op de taart van der Laan is het bezoek van de Amerikaanse president Obama. Het is een hele empathische, warme man. Die heel goed op de hoogte is van dingen. Daardoor bijvoorbeeld in de rondleiding van de schilderijen. Als Wim Pijbers mooie dingen erover vertelt. Het ook meteen oppakt, vervolgt. En het is echt een bijzondere man. Vriendelijke gastheer spelen lukt dus moeiteloos. Maar ook voor internationale steken onder water draait Van der Laan zijn hand niet om. Zoals deze voor de Londense burgemeester Johnson, die Amsterdam sleazy had genoemd. Ik ga hem voorstellen om te komen en dan tijd te nemen om ook eens te kijken hoe het hier met die vele honderden en duizenden landgenoten van de heer Johnson gaat. Misschien, hij kan als hij dan een biertje met ze wil drinken, kan hij ze ook herkennen. Je hoort ze meestal wel, want ze zijn nogal luidruchtig. Ze hebben in ieder geval geen jas aan als ze over de wallen slalommen. Ze lopen eerst van kroeg naar kroeg en daarna gaat het vaak over de knieën. Ze zingen You Never Walk Alone. Ze zijn verkleed als konijn of pater. En soms überhaupt niet gekleed. Ik zou hem dus van harte willen uitnodigen om dat te komen bekijken. Ajax wordt 4 keer kampioen tijdens het burgemeesterschap van Van der Laan. En hij spreekt de fans op zijn eigen wijze toe. Lieve mensen, het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax. Toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje. Meneer Laan, die laatste opmerking, had u dat nou al van tevoren bedacht? Want u wist, ik word daar niet met een groot applaus ontvangen. Of kwam dat daar ter plekke op? Nou, nee. Maar wat ik wel van tevoren had bedacht. Als ze woedend zijn over de verplaatsing, dan ben ik eigenlijk boos over dat ze niet snappen dat dat hun eigen verantwoordelijkheid was, hun eigen schuld. Dat had ik wel van tevoren bedacht. In 2015 is de academische wereld in rep en roer. Studenten die ontevreden zijn over de bestuurscultuur en het onderwijs op de UvA bezetten het Maagdenhuis. Het lukt voorzitter Louise Gunning en de rest van het CVB niet om de bezetters te laten vertrekken. Kunnen jullie dat? De bezetters vrezen voor ontruiming en willen dat de burgemeester komt. Hij had ook bemiddeld bij onderhandelingen over de bungehuisbezetting. Via AT5, waar de hele bezetting al de hele avond live te volgen is, doet Jaap een oproep. Please, Mr. Van der Laan or anyone in charge at Stopera or the residency, we're willing to talk. Ik zag het op tv dat ze mij opriepen om daar te komen. En ik was thuis, ik was uiteraard thuis, want mijn netvlies had losgelaten. Dus ik was precies een week daarvoor geopereerd. En eigenlijk moet je dan liggen, maar oké. Okay. Dus ik heb toen Louise Gunning gebeld en gezegd, ik word opgeroepen om te gaan. Het lijkt mij een goed idee om dat te doen, want dit gaat anders weer naar een nieuwe escalatie toe. De grote meerderheid van de studenten die daar aan die bezetting meededen, dat zijn gewoon bij wijze van spreken mijn eigen kinderen. Ik heb dat ook van heel veel mensen die ik ken gehoord, dat hun kinderen daar waren. Met die mensen wil ik niks liever dan een redelijk debat over redelijke dingen. Uiteindelijk helpt zelfs de bemiddelingskracht van Van der Laan hier niet. Het Maagdenhuis wordt na tientallen dagen bezet te zijn ontruimd. Ook is er veel te doen over het slavernijverleden en Zwarte Piet. En die discussie begint vaak in Amsterdam. Van der Laan laveert tussen begrip voor de zwarte gemeenschap en onbegrip voor extreme standpunten. Er worden
kleding van een hoog niveau. Vandaar dat ik meteen heb toegezegd dat gesprekken te zullen aangaan. Maar ik reken er nu op dat u ook andere mensen, degenen die deze herdenking hebben georganiseerd, in de gelegenheid stelt om hun herdenking, die ook uw herdenking is, die op hun manier vieren. Wij zien elkaar voor 20 juli, maar in dit land, ik ga er zo een toespraak over houden, hebben wij vrijheid voor iedereen. En u dient nu de vrijheid te respecteren van de mensen die dit willen herdenken op hun manier. Dus ik verzoek u daaraan deel te nemen of te vertrekken. Dank u wel. Ik wil niet zelf onweersproken laten dat er een enorm verschil is tussen de discussie van Zwarte Piet en de slavernij. Daarvoor is slavernij een te grote mensenrechtenschending geweest. En iedereen heeft het recht om de discussie over Zwarte Piet te verbinden aan de slavernij. En dat zal het gewicht van de Zwarte Piet discussie inderdaad doen toenemen. Maar wees je bewust van het risico dat er ook een omgekeerd effect kan zijn. En dat een te één op één verbinding van deze twee zaken aan elkaar kan leiden tot inflatie van die afgrijzelijke slavenhandel. En inmiddels viert Amsterdam de intocht zonder Zwarte Pieten. Na 5 jaar wil Van der Laan door met een tweede termijn. Maar hij geeft wel aan dat het intensieve bestaan hem zwaar valt. Het gaat over dat soort dingen. Dat ik gewoon vaker thuis eet en dat ik niet altijd het hele weekend koffers hoef te lezen. Maar meer, mijn kinderen, mijn vrouw, ze hebben ook recht op mij. En ik heb dat ook zelf recht op hen. Uiteindelijk zegt het lichaam stop. Tot 2 keer toe moet Van der Laan de Amsterdammers meedelen dat hij ernstig ziek is. De 2e keer is het longkanker en zijn de vooruitzichten somber. Het gaat natuurlijk niet zo goed met mij, want het is een forse ziekte. Maar ik word daarvoor behandeld in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Met chemo. En dat is een fantastisch ziekenhuis. Ja. Dus het is wat het is. Ja, u was heel eerlijk in uw brief. U zei, de diagnose geeft weinig reden tot optimisme. Nou ja, het is een longkanker die al is uitgezaaid. En dat is natuurlijk gewoon slecht. Ja. Maar goed, dat is gezegd en nu word ik behandeld. Ik word, dat heeft u vast wel meegekregen, ik heb ontzettend veel hartverwarmende reacties van mensen gehad die een hele grote steun zijn daarbij. Ik word geweldig verzorgd, de ambtenaren, de wethouders die dingen voor me overnemen. Dus iedereen reageert ook echt, ik zou bijna zeggen, magistraal aardig. En dat geeft een hoop support. In de maanden die volgen krijgt de burgemeester honderden steunbetuigingen vanuit de hele stad. Dag meneer Van der Laan, mijn burgemeester ook. Ik heb het gehoord, uw bericht. Ik vind het heel dapper dat u dat publiek heeft gemaakt. Alle volkjesgroepen die brengt je samen. En ik vind het een geweldige man. Ik weet zelf wat het is, dus ik ben aan de beter in de hand. En ik hoop dat hij van harte dat hij weer genezen kan. De heer Van der Laan, ik wens je heel, heel veel sterkte. En sterkte met de familie ook. Van der Laan zegt nog een poosje burgemeester te willen blijven en houdt vol tot september. Zijn laatste werkbezoek in de Jordaan levert nog unieke beelden op. Een zichtbaar verzwakte burgemeester ondersteund door de koning. Op 18 september is er weer een brief en deze keer is het een afscheidsbrief. Ja, burgemeester Van der Laan begint zijn brief eigenlijk zoals hij begin dit jaar ook begon met lieve Amsterdammers. En ik zal hem voorlezen, de brief. In januari schreef ik u dat ik slecht nieuws had gekregen van mijn artsen, maar dat ik nog een poosje uw burgemeester hoopte te blijven. De afgelopen 8 maanden heb ik dat ook met veel plezier gedaan. Uw steun heeft mij daarbij enorm geholpen. Aan dit poosje komt nu een einde. Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Waardeloos nieuws. Ja, wisten dat dat een keer ging gebeuren, maar als het dan zover is, dan denk je toch, bah, rot. Ja, ik denk dat ik voor velen spreek toch wel de liefste en beste burgemeester die we ooit hebben gehad.
In de dagen daarna blijkt nog maar eens hoe geliefd Van der Laan is geworden bij de Amsterdammers. Zij zeggen vaarwel met een langdurig applaus. En zo neemt Amsterdam afscheid van een bijzondere Amsterdammer. Eentje die de kenmerken van de stad in zich verenigde. En Mabel als het kan. Kribbig als het moet. Als jullie mij daar nog één keer verstoren om met deze mensen allemaal te praten, dan ga ik niet op 30 maart. En de humor is nooit ver weg. Mevrouw, wat heeft u daar? Je moet kopen een klein broekje voor de burgemeester. Of die het even aan wil trekken. Eberhard van der Laan. Esther. Dat is mijn maatje. Weet u dat wel zeker? Ik zei dat hij te groot was. Een ondernemer in de Damstraat rond de Dam, Won Jip, die altijd veel schot al in zijn café had. Die heeft het aanbod gedaan. Die was de vorige keer, had hij flink schade in zijn café. Die heeft nu een aanbod gedaan om een evenement op de Dam voor de Schotten te organiseren. Het zag er wat regenachtig uit. Ja, maar wij hebben heel veel in de hand. Maar het weer, dat is toch echt de zaak van de stad zelf. Daar gaan wij als centrale stad niet over. Klein beetje zon. Nou, meneer Van der Laan, uw eigen tulp. André Rieu, Hans Klok en Eberhard van der Laan. Dat is een rijtje, meneer de burgemeester. Nou ja, ik moet dan natuurlijk als burgemeester van iedereen zeggen dat ik dat een geweldig rijtje vind. En je kunt andere rijtjes maken, maar ik voel me helemaal niet verkeerd bij zo'n rijtje en bij deze tulp. Ik vind het echt fantastisch. Vorige week was schoolvakantieweek en was mijn vrouw met mijn twee jongste kleine kinderen naar de Euromast. En ik kreeg gisteren een sms met een foto waar die kinderen dolgelukkig bovenop de Euromast staan. Dat is toch oké? En daarna kreeg ik het eerste tekstbericht dat zei, dit is veel leuker dan Amsterdam. En vlak daarna ook nog en veel cooler. Ik heb terug ge-sms'd. Gooi ze eraf. Dank jullie wel. Ja, nog. Beetje thee. Goeie kinderen.